Yo, Nintendo fans! Ik heb een nieuwe Nintendo character ontworpen. En ik noem hem... Wooluigi. Anyway, vandaag gaan we weer een nieuw vakantiehuisje ontwerpen in Animal Crossing New Horizons. Stu zou hier nog moeten zijn. Stu! Waar ben je? Ja, daar is die. Voor deze baas wilde ik nog een huisje ontwerpen voor jullie. What up, jongen? Als je dit nou net zo schattig en cute en leuk vindt als ik, doe dan dat duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. Ah, kijk hem dromen. Hij wil de geuren van het bos. Hij wil een uilenklokkie, beetje hout, houten boekenplankie. Ja, dat gaan we regelen voor je, jongen. Even denken. Hij wil dus met bomen. Veel met bomen. Ondertussen woont hier Eloise. Hier woont Bob. En in de vorige aflevering hebben we een huisje gemaakt voor Tybalt. Veel bomen dus. Ja, dat zou hier moeten zijn. Hier zijn veel bomen. Of hier? Nou, ik denk dat dit wel een top plekje is voor Stu. Die plek ziet er fijn uit. Ik kan niet wachten tot ik er echt naartoe kan. Boeiend. Hoe verzinnen ze het ook altijd, hè? Let's go, Stu. We gaan naar het vakantieeilandje. Laat ook even in de reacties weten wat jij van Stu vindt. Of je hem vet vindt. En voor wie hoop jij dat ik nog een vakantiehuisje ga maken? Laat het ook even weten in de reacties. Hoe meer reacties, hoe beter, jongens. Dus let's go. Zet hem op. Dit gaat zo leuk worden, zegt Stu. Ja, dat denk ik ook, jongen. Dat denk ik ook. Dit wordt top. De geuren van het bos. Laten we eens even kijken wat we... Wat? Kunnen we het huisje ook verplaatsen? Oh, dat wist ik helemaal niet, joh. Wat leuk dat dat ook kan. Even kijken wat we allemaal buiten neer kunnen zetten voor hem, hoor. Dus de geuren van het bos, hè. Dus veel bomen en hout en dat soort dingetjes. Ik denk dat we sowieso wel wat van die boomstamzitjes willen. En eigenlijk vind ik dit wel gewoon het mooiste. Dus daar gaan we voor. We gaan voor wat boomstamleunstoelen. We kunnen altijd nog alles weghalen als we dat willen. Zo'n grote, mooie, lage boomstamtafel. Van dit soort boomstampalensetjes. Misschien een werkbankje erbij. Is Stu een beetje sportief? Zullen we een mountainbikeje voor hem neerzetten? Wel in zijn eigen kleur blauw dan natuurlijk. Ja, natuurlijk moeten we dan nog wat boompjes neerzetten. Versierde ceder. Ik vind het wel leuk om wat van die kerstboompjes neer te zetten voor hem. Misschien wat van dat lichtmos ook. Oh, dat wordt super cool. Dit wordt echt vet. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het nacht maken. Dan ligt het allemaal zo mooi op. Ja, laten we dit doen. Ja, dit wordt super cool. Oh, dat lichtmos is vet, hè? Oké, laten we even kijken hoe we voor hem een pad willen gaan aanmaken of zo. Ik denk dat een veldpad voor Stu gewoon mooi is. En dan hier onder het hekje door zo. Misschien gaan we gewoon rondom iets maken. Misschien is dat wel vet. Zo mooi. Dit wordt nu al cool. Ik vind het nu al leuk. Oké, kerstboompie mag gelijk hier bij de ingang, vind ik wel cool. Het fietsje ook, alsof die weg gaat fietsen straks. Die gaat daar. Maak het pad nog even iets groter. Even nog een tweede rij, zodat hij hier zo kan... Oh, niet daar. Maar dat hij hier zo kan lopen. Kan dat boomstamhekjes neerzetten misschien? Misschien is dat wel cool. Haal ik deze hekjes even weg hier. Even goed kijken wat ik hiermee wil doen, hoor. Als ik hier nou een hekje neerzet, dan hier van die stoelen zo. Ik denk dat het leuker is om de stoelen dan tegenover te zetten. Of misschien... Ja, zo. Ja, dit is leuk. Zo onder die boom. Zetten we aan de andere kant die tafel neer. Zo. Maken we dit aarde even zo een beetje rond. Ja, dit wordt wel schattig. Weet je wat? We zetten de fiets gewoon hier zo in de achtertuin. nog wat meer van die mosjes. Zo, die daar. Nog eentje daar. Even kijken of we nog meer hebben voor een buiten. Ik denk het niet. Ik denk dat dit het wel ongeveer was. Oh, deze is er eigenlijk ook wel leuk. Deze Scandinavische bank. Dus even kijken of we daar iets van kunnen maken. Nee, ik hou het toch bij die andere stoelen. Bij deze boomstamleunstoelen. Misschien is het leuk om wat te eten nog op de tafel te zetten. Zo. En misschien nog wat blauwe hortensia's. Want dat past natuurlijk ook wel bij Stu. Hij is zelf ook blauw, dus dat past wel mooi. Dat is wel een goede match, denk ik. Heb ik nog iets leuks qua tuinverlichting? Ik heb alleen een staande lamp, een schemerlamp, een studio spotlight, lichtmast. Misschien is een houtkachel nog wel leuk voor buiten. Nee, dat is trouwens misschien ook raar, of niet? Is dat raar om een houtkachel hier buiten te hebben? Het is wel lekker warm. Nee, vind ik toch gek. Oh, ik heb deze wintergroene S. Die is ook wel mooi. Die vindt Stu ook mooi, maar alleen past er niet echt bij. Nee, sorry Stu, hij past niet bij deze layout. Ik heb ook een kleine LED-display gekocht in de vorige aflevering. Die is ook wel grappig. Niet dat die bij Stu past, maar hij is wel tof. Oké, ik denk dat dit het moet zijn voor buiten op dit moment. Ik vind het eigenlijk best wel leuk. Het ziet er eigenlijk hartstikke gezellig uit met die kerstboompie zo en die lichtjes.
lichtgevende mossies. Hij kan lekker hier buiten zitten. Ja, I love it. I love it. Wat vind jij ervan? Laat het weten in de comments. Ik vind het best wel leuk. En dan gaan we snel naar binnen, want dan gaan we zijn inrichting eens even doen. What up, Stu? Hier zijn al je spulletjes, jongen. Houtje, houtje. Ja, oké. En jullie kennen me. Ik begin altijd met de muren en de vloer. Oeh, ik zie hier een blokhutwand. Die lijkt me echt ideaal voor Stu. En wat voor vloer knallen we er dan in? Zandvloer. Dat is niet verkeerd eigenlijk. Artistiek pakket. Dit wordt wel heel druk. Ja, gewoon die berkhouten pakket is op zich wel nice. Roze vloer, nee. Groene vloer, kan wel. Ik denk wel dat het mooi is met de meubels als we een lichte vloer doen. Laten we voor deze gaan. Dit is wel gelijk mooi, jongen. Dit is een tof ding. Kunnen we daar dan straks nog wat opzetten? Ja, kijk, dan kunnen we nog misschien een klein tv'tje of zo. Of deze. Ja, die is ook leuk. Ah, oh, ik word hier zo enthousiast van. Ik vind dit zo leuk om te doen, jongens. Oh, en dit bed, hè. Dit boomstambed. Dit is zo'n vet bed voor Stu. Dus even kijken wat er nog voor, ja, voor deken op kan. Beren. Eigenlijk is deze wel gewoon mooi, man. Gewoon die standaard is eigenlijk best wel cool. Ja, hij vindt het ook vet. Stu is er blij mee. Oh, zo, die is wel groot trouwens. Wacht, het bed moet hier. We gaan het bed draaien. En dan komt deze zo er tegenover te staan. Ja, dit is cool, dit is cool. Oh, dit is hout voor in de houtkachel. Nu hebben we wel een houtkachel nodig. Waar is die houtkachel? Voor binnen is die denk ik wel vet. Of gaan we voor deze, de open haard. Oké, welke is toffer? Welke is toffer, de open haard of de houtkachel? Houtkachel is toch best wel vet, hè? Ja, ik vind die houtkachel leuk. Let's go. Hebben we nog een leuk tapijtje of zo? Die er ook bij past. We hebben hier een donkere vierkante tegel. Naturel houten eik. Oh, boomstronk tapijt. Kijk, die vindt Stu helemaal geweldig. Waar gaan we die alleen neerleggen, is de vraag. Misschien kunnen we daar in de hoek iets leuks mee doen met die boomstronktapijt. We hebben ook nog een eikeltapijt. Vindt die ook helemaal geweldig natuurlijk. Vind ik iets minder. Moet wel een beetje clean blijven. Misschien nog een ruw tapijt bij de deurmat. Zo, die leggen we dan hier neer. Deze dennenboomtrui is wel geniaal, hè. Die hoort er eigenlijk wel bij hier. Oeh, boomstammen rugzak. Die is ook cool. Ik wil die eigenlijk op de muur ophangen. Je kan toch ook kleren op de muur hangen? Ik dacht dat het kon. Ja, zie je wel. Kijk, die kunnen gewoon op de muur hangen. Dat is veel cooler. Dus de drie favoriete kersttruien moeten we eigenlijk ophangen. Deze. Even kijken. Staat dit een beetje cool? Ja, dit staat eigenlijk best wel leuk. Moet alleen wel symmetrisch. Dus deze moet eentje opzij. We hebben ook nog een bijl. Die moeten we eigenlijk ergens opleggen straks, die bijl. Die hoort hier ook wel bij. Wat nou als die boomstamtafel op dat tapijt plaatsen zo? Dat is best wel sick. Zouden we ook een werkbank voor hem neerzetten ergens? Oh ja, deze spullen, hè. Dit houten muziekdoos is ook wel leuk. Of de antieke radio. Ik wil die dan in iets donkerder bruin. Of in zwart, kan ook. Als we dan een donkere doos kunnen fixen voor hem. Misschien zo'n doos. Past dat? Ja, dit is wel cool. Ik doe die bel even weg. Misschien moet die bel ook aan de muur. Ik wil wel even ander muziekje of zo, denk ik. KK in the jungle is te horen. Nou, weet je wat? Doe je ding. Dit wordt wel echt een gezellig blokhutje. Superleuk. Hij wilde ook graag planten en zo, hè, zei hij. Let's go voor de gatenplant. Ja, kijk, dat vindt Stu ook helemaal vet. Misschien haal ik dit tapijtje toch even weg. Die vind ik er toch niet zo goed bij passen. Er zijn ook nog wel wat lampjes, hè. Een staande lamp moeten we nog fixen. Even kijken. Ja, met deze kleur bruin en dan lampenkappie in de kleur blauw. Stu is ook blauw. We moeten een blauw tintje hebben hier zo. Misschien is het handig om die lamp dan bij de werkbank neer te zetten. Die gaat dan lekker hier naartoe. En dan die gatenplant. Waar gaan we die neerzetten? Dat is nog even de vraag. Misschien kan die gatenplant wel hier naast die stoel dan. Zo, of we doen het andersom. Doen we dit zo en dan doen we die plant in de hoek. Ja, dit is wel nice. Deze houten scheidingswand is ook best wel cool. Die kan dan misschien naast zijn bed. En dan kunnen we deze, kunnen we daar neerzetten. Dan kan die daar een beetje tv kijken. Moet ik alleen nog even die dit nachtuilklokje ergens neerzetten. Hebben we een tv, jongen? We hebben deze LCD 20 inch. Die hebben we ook aan Tybalt gegeven. Even kijken, hebben we een mooie bruin tint? Nee, we hebben geen bruin tint. Dan doen we hem gewoon in het zilver. Let's go. En die zetten we dan hier. Dan kan je lekker tv kijken. Doen we die plant hier naast die tv, denk ik. Moeten we alleen nog iets voor hier in de hoek? Wacht, ik heb een idee. Dit boomstam zit je. Die kan prima hiernaast. En dan die klok erop. Zo, top. En dan die scheidingswand. Oh, niet dit kachel. Nee, de scheidingswand hier tussen bij zijn bed. Wil je niet even een fijn kleedje bij je bed, Stu? Vind je dat niet chill? Bijvoorbeeld een rode kleine ronde mat of zo? Ja, zo. Oh, dit is super nice. Zetten we daar je sloffen op. Kan je lekker goed wakker worden. Lekker. De huissloffen. Hier, de huissloffen van Stu. Oh, nou, dat kan er net niet op. Nou, dan zetten we die lekker hier zo naast je bedje. Hoppakee. Misschien moeten we deze dan eentje opschuiven, zo. Oh, trouwens, deze boomstamklok is vet. Die gaan we straks op de muur hangen. Maar eerst even op de vloer alles fixen. Wat is dit, joh? Middelgroot houten scherm. Holy moly, wat is dit voor unit?
Is wel cool trouwens. Dan kunnen we die scheidingswand even weghalen. Ik wil dat ding. Die wil ik in het donkerblauw. Bruin bedoel ik. Donkerbruin, please. Ja, we hebben hier bruin. Oké, ik ben tevreden met bruin. Let's go. Ja, en dan omdraaien. Nee, draaien. Ja, zo, zo. Ja, en dan hier. Dit is super vet. Daar kunnen we die klok op zetten. Wat cool. Ja, dit is zo vet. Oké, wat kunnen we nog meer erop zetten? Oh ja, natuurlijk. Gewoon ze eten. Zijn ontbijtje. Stu, hier, je ontbijt, je brood. Oh, deze lantaarn past ook goed in dit huis, man. Hebben we een donkerbruine? Nee, we hebben wel een zwarte. Ja, die is ook leuk. We zouden die lamp bij het bed neer kunnen zetten. En dan die lantaarn hier. Alleen dan kunnen we er niet meer echt doorlopen nu. Misschien moet deze dan toch weg. Oh, maar in het donker is het ook wel vet, hoor. Kijk, als je dan hier zo die lamp kan zetten. Hier heb je dan die lantaarn. Laten we even kijken wat we op de muren kunnen doen. Als we hier een nachtlampje kunnen doen of zo, dat zou echt leuk zijn. Please! Heb ik een lampje voor op de muren? Nee! Heb ik nog niet. Ik heb hier wel een slingeruurwerk. Oh, maar we hebben al een klok daar. Ha! Een boemerang op de muur. Dat is al vet. Ik kan natuurlijk wel wat aan het plafond hangen. Een lamp met een houten frame. Dat klinkt best wel vet eigenlijk. Oh ja, deze is wel mooi. Ook in het donkerbruin. Oh, wacht! Die kunnen we boven het bed hangen. Ja, joh. Dit is super cool. Kijk, dan... Ja, man. Dan ligt het bed op. Dit is echt heel leuk. Ja, dit is top. Misschien kunnen we deze dan hier neerzetten. Oh, ik weet het al. Deze gaat hier op. Ja, ja. Dit is nice. Of hij moet in de hoek. Of allebei. Dat hier een lamp staat en hier ook nog op een lamp. Zoveel opties. We hebben ook nog een tafellamp. Ik bedoel, als we die een beetje mooi kunnen maken. Gewoon zo in het zwart. Ja, man. Oh, dit is wel echt een nice verlichting overal. Nou, zetten we die plant even hierachter zo. Ik gebruik gewoon deze boomstamzitjes, denk ik, als plekken waar ik een lamp of zo op kan zetten. Want blijkbaar heb ik best wel veel toffe lampjes. Hier, we hebben ook nog deze bankierslamp namelijk. Die is ook heel tof. Kijk. Die zet ik dan hier bij de werkplaats. Zo. Of is deze niet echt nodig? Misschien wel. Kijk, deze zou ook nog zo kunnen. Ja, dit is misschien beter. Ik denk dat we er zijn. Oh nee, we moeten nog de wanden doen. Even kijken, wat hebben we nog meer voor leuke spullen voor op de wanden? Wat past er goed in zijn huisie? Ja, eigenlijk alleen deze klokken, hè? Nou, misschien ook wel wat planten op de muur. Ja, dit is ook wel leuk. Oh, deze hertendecoratie misschien. Kan die in het donkerbruin? Wel in het zwart? Die vind ik nogal cool. Misschien is het leuk om die boven de deur te doen. Ja, man. Awesome. Ja, deze past er niet echt bij, maar... Ja, je moet toch wat hierboven hangen misschien. En dan doen we nog zo'n muurplant. Die doen we dan hier in het hoekje. Ja, en ik vind toch dit slingeruurwerk ook wel vet hoor. Die moeten we eigenlijk ook gewoon hebben. Dus die doen we hier boven het raam. En dan denk ik dat we er wel zijn. Wat ik nog zou kunnen doen, is dit omwisselen. Zodat de haardkachel wat meer in de hoek staat. En dan zo, ja. Ja, dit is beter. Jongens, we zijn klaar. Stu, je huis is klaar, jongen. Hey, Rikkertje, wacht heel even. Oh. Oh, zijn we nog helemaal niet klaar? Moeten we nog iets doen? Nico, wat is er? We moeten een onderrondje hebben tussen designer en leidinggevende. Oh, jij bent mijn leidinggevende. Oké. Dit interieurontwerpen komt je echt van nature. Ik heb nog een coole design tip voor je, waar je het echt schitterend mee kunt afwerken. Weet je nog hoe Warhol het kantoormeubilair heeft laten sprankelen door te poetsen? Ah, we kunnen ook gaan poetsen. Oké, operatie sprankel. Bereid je voor door op L te drukken. En dan twee keer op A. Oh, dat is het? Oké, cool. Oké, dat gaan we doen. Dat gaan we voor je doen, Stu. Als ik er tenminste... Mag ik er langs? Stu, ik moest er even langs, vriend. Kan jij even hier gaan staan? ik wil dit oppoetsen voor je. Dit lampie. Dit... Ja, ja, top. Ja, kijk, nu glinstert het. Oké, joh, wat grappig. En oké, dit laten we ook even glinsteren dan. Helemaal fancy, joh. Nee, eigenlijk nee, ik vind het niet zo leuk. Deze lamp, die mag wel glinsteren op zich. Of nee, man. Nee, joh, nee. We willen geen sparkles. Nee, ik ben er klaar mee. Ik denk niet dat ik het leuk vind, die sparkles. Stu, no nonsense. Het is klaar voor je. Geniet ervan, jongen. Yay! Oké, nu kunnen we weer foto's gaan maken. Want we moeten nog een foto maken van Stu hier in zijn huisje. Nou, de geuren van het bos. Ja, die proef je wel. Die ruik je wel. Heel nice. Yo, lekker man. Dit is jouw plekje, Stu. Dit is jouw eigenste huisie. Heerlijk, toch? Ja, lekker radiootje spelen. Helemaal mooi. Lekker een beetje koffie drinken. Ook helemaal goed. Ja, dit is ook vet. Ik vind deze meubel wel echt heel cool. Heel nice. Ben je er blij mee, Stu? Ik ben in ieder geval dik tevreden met wat ik voor je gemaakt heb. Dankjewel hoor, zegt Stu. Dus, wat zullen we eens doen? Wil je nog wat rondhangen? Nou, ik ga er vandoor.
Ik vind het mooi. Ik zeg stoedeladoki. Hallo Lottie, welkom terug. Hoe ging het? Ja, het ging hartstikke goed. Krijg je weer 6000 pokies van Lottie hoor. Heel erg hartstikke bedankt. Oh, het is tijd voor een pauze. Mag ik niet meer werken? Neem vrij zolang je wil. Ik raad je aan om een wandeling over het eiland te maken. Ik ben heel benieuwd waarom ik die wandeling moet maken. Wow, de nieuwe villager Marl is hier. Oh, ik bedoel, hij heet Marlo. Je kunt mij gerust de expert op vakantiegebied noemen, jochie. Zal ik je een tip geven? Je vakantie kun je het best besteden door zoveel mogelijk tijd te verspillen. Oké, Marlo. Oké. Maar wie is er nog meer allemaal bijgekomen? Zijn er nog meer? Ik dacht dat ik hier een kat zag lopen net. Toen ik in gesprek was met Lottie en Stu. Ik zag hier een kat lopen. Ja, zie je wel. Het is Bob. Oh, hier zijn de villagers voor wie we al iets hebben gebouwd. Hij is nog steeds super blij met zijn huisje. Oh, we krijgen ook gewoon wat van hem. Wat lief. Een roze vloer. Nee, die had ik zeker niet verwacht. Hallo, Eloise. Dit is zo leuk. Ze zijn gewoon hier allemaal, joh. Tywot is er ook nog. Je hebt me een fikse fitnessruimte bezorgd. Hij heeft ook nog wat voor mij. Ook een vloer. Een aarde. Waarom krijg ik al jullie vloeren? Oké, Lottie, ik zag je net staan. Hallo, Lottie. Oh, Rikketje, je liet me schrikken. Maar wat ben je aan het doen dan, Lottie? Nou, ik stond een beetje te dagdromen bij de aanblik van dit gebouw. Zijn de leegstaande gebouwen op dit eiland jou opgevallen? Voordat ik hier kwam, wilden ze dit eiland ook wel eens ontwikkelen. De gebouwen stammen nog uit die tijd. Om de een of andere reden gingen de plannen toen niet door en bleven de gebouwen hier ongebruikt staan. Ik heb de laatste tijd nagedacht over hoe we van al deze leegstaande gebouwen gebruik kunnen maken. Misschien kunnen we ze tot nieuwe voorzieningen omtoveren. Oh, als we onze klanten nog meer kunnen bieden, zou ons bedrijf echt goede zaken kunnen doen. Ik weet zeker dat we deze oude gebouwen nieuw leven kunnen inblazen. Laten we met dit gebouw beginnen. We kunnen daar een school van maken. Oké, grappig. Dit is wel leuk. Nou, laat maar weten weer, jongens, of jullie dat in een video willen zien. Ja of nee. Of dat we gewoon lekker vakantiehuisjes voor villagers moeten blijven maken. Of iets anders. Binnenkort natuurlijk ook Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Dus doe je duimpje omhoog als je dat wil zien. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon zoals altijd bij de volgende. Mazzel!